nije bilo provokacija ni s jedne strane i ova kolona je nesmetano izašla iz grada. Odakle je došla, to nismo. Het waarom van de missie. Oorlog in Bosnië. U ziet beelden, gemaakt door amateurfilmers, van de eerste vijandelijkheden in Tuzla op 15 mei 1992 en de gevolgen daarvan een dag later. Evo sada te kolone, po drugi put, ovo je već oko 19 sati koja izlazi, to je drugi pokušaj, vjerovatno je dogovor postignut. Evo ga, upravo postati paljni. Sada dobro posmatrate, jedno od vozila je zvonio kolone, napustit će pokušenje na šutu dvijenosti prema stupinu na zvijetu. Dobro posmatrate. Ono napušta kolonu i ulazi ovaj. Sad mi kreće još jedno. Stala, narode! Prva vatra, prvi požar. Ne zna se ko je prvi. To znači se to ste uključili u naš program, da su ovo kadrovi. Evo ga već, primjeđu. Ovo su već 20, možda je. Nekog od pirotehničara nas gledaju i slušaju da nas obavijeste kako bismo mi gledalce mogli požarske radnje poprište sinošnjeg incidenta. Eindelijk is het zover. U gaat erheen een uitgebreid moeilijke taak op uw schouders nemen. Bijna alles zal ook anders gaan dan van tevoren was gepland. U bent er klaar voor. Wij, de Koninklijke Landmacht en het Thuisfront, staan pal achter u. U gaat ervoor. Veel soldatengeluk en kom veilig en gezond weer thuis. Ik ga mee met het sportplan. Ons doel is in ieder geval mee te gaan als ondersteuning van het luchtmobiele bataljon. Een kortere of langere tijd in Split of Brela mag aardig zijn geweest.
Het doel was toch Lukovac. 475 kilometer verder over alle mogelijke soorten wegen en paden. We vertrekken in de vroege ochtend en rijden via Kamensko de grens over naar Duvno. Dan over het eerste grote geitenpad, niet veel meer dan een veredeld bospad, langs het meer van Prozor, naar spookstad Gornivakov. Bij Varesh door de tunnels over een moeilijke route, die veel stuurmanskunst vraagt van de chauffeurs, over de berg Milankovici. Tijdens een konvooirit kunnen zich ook andere problemen voordoen. Onder normale omstandigheden duurt het toch 2 dagen. Na die lange rit komen we dan eindelijk in Lukovac aan, op een voormalige kookfabriek. Er zijn dagelijks nieuwsgierige kinderen bij de poort te vinden. En vanaf de hoge observatiepost heeft men u al van heel ver zien aankomen. Deze observatiepost maakt deel uit van de wacht. Net binnen de poort maakt dit bord duidelijk welke veiligheidsfase van kracht is. Groen is veilig. De staf van het supportcommand huist in het gebouw waar voorheen ook de staf van de kooksfabriek werkzaam was. Op de eerste etage bevinden zich de meeste bureaus. Voor het gebouw worden 2 maal per dag de appels gehouden. Opsroom is het centrum van de staf. Van hieruit worden onder meer alle konvooien gevolgd en begeleid. Dit bord geeft het overzicht van de rijdende en geplande konvooien weer. Op de eerste etage bevindt zich ook de afdeling van de Koninklijke Marechaussee. Net als op veel kazernes in Nederland is vlakbij de wacht het geneeskundig centrum met onder meer een ziekenzaal te vinden.
Hier is ook de medicijnkast. Een behandelkamer. En een shockruimte. Van het geneeskundig centrum naar de bevoorrading is maar een korte wandeling. De BEVO vervult een centrale rol in het supportcommand. Niet alleen behandelen zij alle inkomende en uitgaande goederen voor het supportcommand, ook doen zij dat voor het infanteriebataljon gelegerd in Srebrenica en de omgeving van Tuzla. De klasse 1, levensmiddelen, is nog wat klein behuisd. Vanuit deze werkplaats verricht de genie een groot deel van de werkzaamheden op het gebied van infrastructuur. Het verbeteren van sanitair is daar een goed voorbeeld van. Ook bouwen zij bunkers voor extra bescherming als dat nodig is. Dit is zo'n beetje de grootste. De bunkers zijn opgebouwd uit containers met daaroverheen hout- en zandzakken. Hier staan 4 van die containers en biedt bescherming aan 80 personen. De grote parkeerplaats biedt genoeg ruimte om het materieel te parkeren. Daarnaast is de werklocatie van het hersteldetachement. Zij repareren alle soorten materieel. De klasse 3, brandstof, wordt per konvooi gehaald uit Split. Per keer kan ongeveer 70 ton worden opgehaald. In deze brandstofvoorzieningsinstallatie Bravin wordt de klasse 3 opgeslagen. Totaal moet hier ongeveer 600 ton, dat is 16 zakken van bijna 40.000 liter, worden opgeslagen. De liefde van de man en vrouw gaat door de maag. In deze keuken worden uitstekende maaltijden bereid. Het restaurant biedt plaats aan ongeveer 170 personen. En voor de afwas maken we nog gebruik van het zogenaamde drievatensysteem. Deze bar heet de Golden Kid. De naam van dit bruin café is gezien de plaats waar we zijn snel verklaard. Alles is door eigen mensen in eigen tijd opgebouwd en ook de muurschildering is een eigen creatie. De zogenaamde parkvoorraad IPR'en vormen extra schuilonderkomens. In dit legeringsgebouw is het grootste deel van het personeel gelegerd. De kamers bieden plaats aan 3 of 4 personen. In het ONO-gebouw treft u een sportbureau, een fitnessruimte, een PX-shop voor het inkopen van belastingvrije sigaretten en andere artikelen, een doka ten behoeve van de sectie communicatie, een kapsalon, ons eigen radiostation Radio Support, een bibliotheek met ruim 1000 boeken, de sectie communicatie waar onder meer het eigen blad De Supporter wordt gemaakt en de kleine bar De Kolenhoek. Hier wordt elke zondag de dienst van de dominee of aalmoezenier gehouden.
Verder heeft deze bar het huiskamerprincipe, waar je tv kunt kijken of gewoon de krant kunt lezen. En dan de post, de o zo belangrijke schakel met het thuisfront. Net als het Kongsen, van waaruit het telefonisch contact over de hele wereld kan worden verzorgd. Het helikopterdetachement Ghost Flight moet eigenlijk vliegen ten behoeve van het infanteriebataljon in Srebrenica. Zolang daar nog geen toestemming voor is, vliegen zij met andere opdrachten, onder andere voor het supportcommando. En dankzij hen komt de eerder genoemde post wel eens een paar dagen sneller. Uit de vele gasten die het supportcommando met een bezoek vereerden, noemen we er twee. Minister Terbeek van Defensie en de aftredende minister-president Lubbers. Zij waren, net als alle bezoekers, zeer onder de indruk van de werkzaamheden. Een absoluut hoogtepunt was Koninginnedag 1994 te Lukavac. Het begon allemaal met een voetbalwedstrijd tegen een plaatselijke club. Helis bracht een spectaculair de bal naar de middenstip. Onder grote belangstelling namen we in de eerste helft met 0-1 de leiding. Desondanks verloren we met 4-2 de wedstrijd. Maar we waren succesvol met het uitdelen van sinaasappels. Daarna volgde een feestavond met grandioze barbecue, waar ook de lokale medewerkers met hun gezin volop van genoten.
De oorlog is nog niet voorbij. De VN en het supportcommand blijven nog in Bosnië. Maar u heeft uw werk zo goed mogelijk gedaan. Uw missie zit erop. Wel thuis.